Voor ons hier in Nederland is sociale zekerheid, zoals onze sociale verzekeringen of een bijstand, de normaalste zaak van de wereld. En dankzij deze sociale verzekeringen of beschermingssystemen is de kans om in armoede te leven in Nederland vrij klein. Maar als we nu globaal kijken, wereldwijd, dan zien we dat is armoede, sociale uitsluiting, ongelijkheid nog steeds een heel groot probleem. Het eerste doel van de duurzame ontwikkelingsdoelen heeft dan ook als expliciet doel om armoede in welke vorm ook in de hele wereld uit te bannen tot 2030. De vraag is, hoe kunnen we dat doen? Is economische groei voldoende? Nee. Economische groei is wel heel belangrijk voor ontwikkeling, maar het is niet automatisch zo dat dankzij economische groei in een land dan ook armoede van tafel is. Daarvoor zijn andere beleidsmaatregelen nodig, waaronder bijvoorbeeld sociale beschermingssystemen. Meer en meer onderzoek is gedaan over de effectiviteit van dergelijke beschermingssystemen. En we weten dat ze heel effectief kunnen zijn in het uitbannen, in het verminderen van armoede, het verminderen van ongelijkheid, het mogelijken huishoudens om te investeren in hun kinderen, voor hun eigen gezondheid te zorgen. En het zorgt ervoor dat huishoudens ook bepaalde risico's kunnen nemen. We hebben ook aangetoond dat in de lange termijn de baten van het investeren in sociale beschermingssystemen de kosten overstijgen. Dus we hebben eigenlijk een positieve rate of return, zoals we dat zouden zeggen, meer in de businesswereld. Daarom is deze leerstoel aan de Universiteit Maastricht over sociale bescherming, of dan in het Engels Social Protection and Development, heel belangrijk. Het laat ook zien dat Universiteit Maastricht dit onderwerp heel belangrijk vindt. Het is een erkenning dat we meer onderzoek op dit terrein moeten doen. We zijn aan de School of Governance dan eigenlijk ook bij uitstek goed gepositioneerd om in de toekomst onderzoek te doen, om onderwijs verder te doen en ook ons in het publiek debat te mengen. Aan de ene kant zijn we ingebed in het Nederlandse universitaire systeem, maar aan de andere kant, omdat wij onderdeel zijn van UNU Merit, horen wij ook bij de United Nations University en hebben daarom ook vrij rechtstreeks toegang tot de Verenigde Naties en hun verschillende instellingen.